Yo, gasten van Prometheus Live! Leuk jullie weer kijken naar de nieuwe aflevering van de Partybox. En zoals de meesten waarschijnlijk al gezien hebben, ben ik vandaag niet op de CubeCraft server, maar op de Hypixel server. En voor degenen die denken, hoe de fuck moeten die dat gezien hebben? Nou, ten eerste, dit is een heel herkenbare lobby. En ten tweede, dat staat er groot boven. Dus, ik denk dat we vandaag gaan beginnen met een potje van The Blocking Dead. Dat is een survival spelletje eigenlijk met wapens. Wat zoals de naam is afgeleid is van The Walking Dead. En ja, laten we maar beginnen. Ik heb gewonnen. Ik ben hier namelijk niet de allerbeste in. Eén nadeel aan het spel is dat het kapot erg lijkt. Hoewel het nu wel minder is dan normaal. Dat wel. Nou ja, laten we even zombies afknallen. Ik weet wel dat hier straks de evacuatie is. Tenminste, ik heb één keer meegemaakt dat het hier was. Dan was ik aan het spectaten. Ik weet niet of het altijd zo is. Nou ja. Eens kijken. Ik heb Star Wars textpack weer aanstaan. Zoals jullie wel misschien kunnen zien. De zombies zien er ook anders uit. Die zien er best raar uit. Echt als aliens. My Geonosians, als ik het goed heb. Voor degene die niet weten wat een Geonosian is. Geonosians zijn gewoon een volk uit Star Wars. Maar het doet er niet toe. Oké, voor mij was die empty. Fuck you. Fuck you. I don't like them. Zoals sommigen misschien al gezien hebben, heb ik recent nog even de nieuwe Lord of the Rings mod video erop gezet. Waarbij we natuurlijk weer te maken krijgen met veel oehoeks. Voor degene die al zoiets hadden, man, ja, ik kreeg recht amper tegen één oehoek. Kijk de volgende video maar als je die nog niet gezien hebt. Dat kan best zo zijn aangezien ik hem vrij recent vandaag nog geüpload heb. En vandaag zal gewoon vandaag zijn. Aangezien ik deze video meteen ga uploaden. Maar weet je, dat is allemaal niet belangrijk. En ik ga gewoon even verder met zombies afschieten. Ik heb nu best veel shotgun ammo. Kijk, daar lopen nog een paar van die. Oh, een player, die is dood. Oh, ja. Ik ben ook dood, ja. Hoezo? Ik schoot op hem. Ik drukte meerdere keren op de knop en hij schoot niet. Ik had toch genoeg ammo, ja, kan ik niet meer zien. Leeft mijn zombie nog? Oh nee, mijn zombie wordt gelijk gekild natuurlijk. Tuurlijk. Nou weet je jongens. Slag die spelers maar af. Mijn kas, killed my zombie. So now you got to kill them. Oké, nou, dat is allemaal mooi. Dit was het snelle potje van The Blocking Dead. Maar aangezien dit best lang kan duren, gaan we gelijk over naar een ander spel, wat ook best lang kan duren. Nou, wat eigenlijk gewoon best lang duurt. Dat wordt waarschijnlijk ook het laatste gelijk wat we gaan doen. En dat zijn precies iets wat we nodig hebben met ook de partybox, de party games. Ik zie jullie zo meteen daar ook. Tot zo. Oké, jongens, daar gaan we dan. Animal Slaughter. Zoveel mogelijk beesten afmaken. Hoe sterker het beest, hoe meer punten je krijgt. En ja, zoals de naam van dit spel al zegt eigenlijk. Animal Party Games bedoel ik. Dat zijn allemaal verschillende spelletjes. Ja, spelletjes die je met vrienden kan doen. Weet je wel, leuk, lachen. Ik ben hier. Ik heb nog nooit eigenlijk gewonnen. Of één keer, dat kan. Ik ben in ieder geval één keer in de top 3 gekomen, dat weet ik wel. Met alle party games tellen ze dan je punten samen op. Ik sta op dit moment tweede. Dat is best nice.
Ik ben altijd zo slecht in dit spel. Vaak worden mijn beesten gewoon genakt. En zoals je kan zien, zien de varkens eruit als Ewoks. Ewok, ja, Ewok. Ewok heet het volgens mij. Ja, Ewok. De koeien zijn gewoon koeien zonder vlekken. Ik ben tweede geworden. Ik krijg 2 sterren. Oké. Okay. Sterren zijn hier de punten. Ho, ho, ho. Oh mijn god. Hier ben ik zo slecht in, hè. Moet je met je hoofd zoveel mogelijk land. Oké, hup, jee. Oh, we zijn rood. Oh, nice. Ik ben hier slecht in. Ik ben hier fucking slecht in, man. Oké, hup. Oké, wacht. We moeten hier zo snel mogelijk even... Hup. Zo, shalalali, shalala. We moeten even een groot deel bezetten. Zodat hij hier niet meer uit kan. Snap je? Zo, hij zit klem volgens mij, jongens. Oké, nu zit hij echt vast. Hij kan niet meer verder. Ofwel, hij kan nog wel verder, maar maakt niet uit. Oké, ik sta vierde. Nou, ik heb 1 ster. Oh nee, 0 sterren. Sorry, foutje. Welk spel zit? Volcano, dit is voor mij een nieuw spel, dus ken ik nog niet. Oh god, ja, wacht, dit spel ken ik wel. Als een blok rood wordt, dan gaat het weg. En sta je erop, terwijl het weggaat, dan flikker je in de lava. Dus dat is niet erg leuk. Oeh, ik ben nu zo slecht in, En ik ben dood. Hé, hey, maar ik ben toch tweede geworden. Dat is goed van mij doen. Ik ben taal ook gewoon tweede. Oh mijn god, dit is zo kut. Wat is mijn kleur? Oh, ik ben wit, Oké dan. Steeds als je een blok raakt van jouw kleur, krijg je een boost. Ik snapte eerst helemaal niet wat de bedoeling hiervan was. Eigenlijk is dit ook best een kutspel. Maar... Kijk, hup. Wit. Gewoon omdat het kan, hè. Just because. Ik haat dit spel. Hier ben ik altijd zo slecht mee en toch sta ik derde. Hoe is het mogelijk? Oh, vierde nu. Hup. Oh nee, ik zou wel vierde. Ach, ik ben vierde geworden. Jammer nou, ik vind dit zo'n kutspel. Wat is dit? Oh god, dit is ook een kutspel. Er zit echt heel veel kutspellen hierin, hè. Maar... Dat maakt het ook aan de ene kant zo leuk. Yay, you collected 1 point. You collected 3 points. Yay. What the fuck. Ik raad het toch. Yay. Ik snap echt niet hoe sommige mensen die 10 punten halen. Mij lijkt het echt onmogelijk. Oh, we zijn derde geworden. In totaal staan we ook derde. Dat is wel jammer. Ik val echt niet aan meer. Oh mijn god. Dit vind ik echt zo'n kutspel. Ik vind heel veel van deze spellen kut. Misschien vinden jullie het leuk. Maar ik ben gewoon zo slecht met een hengel. Oké, Ewox. Kom hier, Ewox. Hup. Hier, up. Krijgt die beesten er amper in? Oh. Kom.
Godverdomme. Ja, hier. Stomme Ewok. Ewok, kom hier. Ik heb er nog één. Kom, kom. Iets dichterbij. Iets. Ja, we hebben hem. Kom. Hij is dwars, jongens. Oh, nou. We zijn toch derde geworden. We staan ook nog steeds derde. Oh, road racing. Road racing. Ja. Ik ben hier gewoon echt allemaal fucking slecht in, hè. Je moet dit allemaal ontwijken. Kijk, die dingen verplaatsen zichzelf. Oeh, oh fuck, 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 fuck. Oh, dat scheelde niet veel. Dat scheelde echt niet veel. Oh, oh. Ik dacht dat we hem haalden. Oké, nog een keer, nog een keer. Oh. Ja. Ik vind dit kut. Ja, ja, ja. Oh fuck, nee. Oh. Ik snap hier echt het doel niet van, eerlijk gezegd. Ik snap hier echt het doel echt niet van. Wat is het doel hiervan? Kan iemand mij vertellen wat het doel hiervan is? Kijk, als ik naar. Ik kijk nu de hele tijd naar die scores. Daarom ging ik net ook zo vaak dood. Maar ik snap echt niet hoe die scores werken. Kom. Ik kan geen eens met de boot omgaan, maar. Ik. Oh ja, die zag ik geen eens hoe die kut mist. Hé, en toch sta ik eerst. Oh, nu weer derde. Ik snap hier echt niks van. Als iemand weet hoe het werkt, leg me dat dan even uit. Want. Laat de comment achter. En leg het me uit, want ik snap hier echt helemaal niks van. Oh, en nu sta ik weer eerste. Ja, en nu weer... Oh, het zal wel. Terwijl ik zo slecht ben, hè. En nu weer tweede. Ik snap... What the fuck? Hoe werkt dit ding? Jullie denken echt... Oh mijn god, die gast is noob met boten. En daar hebben jullie echt helemaal gelijk in, jongens. Oh, en ik ben toch eerste. Met dit potje, ja. Ik snap hier niks van. Oh, Punch the Bat, dat is ook een kutspel. Nou, het is geen kutspel, het is makkelijk. Maar dit spel, het slaat echt helemaal nergens op. Dat maakt ook zo leuk. Oh, Punch the Bat, oh, oh, oh. Je krijgt een punt als je hem slaat. What the fuck, oh, mooi. Punch the Bat, Punch the Bat. Bad boy, hey. Kom op, bad. Hey, punch me. Ja, yeah, I want to punch you. Punch you right in the face. But, stay here if you want me to punch you. Hup, I punch you. Hup, come on. We zijn op een beach. What? Oh, ik sta wel eerste. Zou ik echt de hele tijd mis? Ja. Yeah. Ik ben gewoon zo goed, hè. Ik mis de hele tijd en toch sta ik eerste. Dat is zo goed van me. Goed, goed. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Ik raak maar een paar keer of zo. Punch, 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 punch. Oh, en ik win. En ik sta in totaal tweede. Oh, wat krijgen we nu? Oh, dit. Dit is wel geinig gedaan. Ik ken hier, ik heb nooit gewonnen of één keer, dat kan best. Zo, staan we eronder. Ik heb dit één keer overleefd, terwijl ik echt niet onder zo'n plateau stond. Hoe ik het deed, ik weet het niet. Zo.
hoop dat hij niet heel erg lag bij jullie. Oeps, oeps. Ah. Ik dacht echt dat ik hem had hoor. Balen. Ja, die metal CD die wint echt de hele tijd man. Ik ben tweede. Ach, niet slecht toch? Niet slecht. Maakt niet uit. Ja. Kan altijd gebeuren. Maar ik zit te denken, zal ik nog één dingetje gaan doen? Eén dingetje? Ja, één dingetje gewoon. Eén dingetje gewoon, dat is wel leuk. We gaan Endersleeve doen. Gewoon omdat het kan, jongens. Gewoon omdat het kan. Ik zie jullie zometeen wel als het potje begonnen is. Tot zo. Oké, jongens, we zijn hier begonnen met Endersleeve. Ik... heb dit gewoon gedaan, denk ik, ja, gewoon leuk, nog één klein dingetje erbij, het is niet lang. Dus we doen het gewoon. Wat was dat voor een sukkel? Kom hier, kom, kom, kom. Oh, nee, wat doe je nou? Oh, jammer, ik ging snel dood. Maar, maakt niet uit. Ik ben toch niet laatste. Nee, nee, ik ben niet laatste, jongens. Ach. Het is een leuk geweest voor vandaag. Ik zie jullie zo meteen bij de afsluiting van deze aflevering. Oké, jongens. Dat was er dan weer voor vandaag. De derde partybox al. Gaat best snel. Maar ja, partybox maak ik ook best vaak natuurlijk. Tenminste, best vaak. Het is iets wat makkelijker te maken is natuurlijk. Ah, maakt niet uit. Er komen sowieso nog wel meer afleveringen. En als jullie nog een leuke andere server kennen waar ik... nog leuke partygames op kan vinden, spelen. Die ook niet heel erg lekt. Want ja, anders is het ook niet leuk voor de kijkers natuurlijk. Laat me dan weten, laat een comment achter. Vergeet natuurlijk niet te liken. En te abonneren natuurlijk. Sowieso. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van de Partybox. En waarschijnlijk ben ik dan ook niet meer alleen. Tot dan.